Hallo en welkom bij het zevende deel van de Run 2014 Career Mode. We zijn hier in China en in deze video zal ik jullie natuurlijk de vrijtraining en de kwalificatie laten zien. En de vorige keer in Bahrein, dat was echt een hele mooie race. Als je hem nog niet hebt gezien, zet de video nu op pauze en ga kijken. Event 2014 Career Mode deel 6, dat was echt de beste race die ik ooit heb gehad in Event 2014. Maar in ieder geval, nu zijn we dus in China en we zijn hier in de vrijtraining en je ziet nu de setup in beeld. En zoals je net zag bij de aerodynamics ging ik voor 3-1. Het is natuurlijk een lage downforce setting en China heeft natuurlijk veel snelle bochten zoals de vijfde en de zesde bocht. Dat zijn snelle bochten waar je wel echt downforce nodig hebt, maar ik heb besloten om weinig downforce te runnen voor deze Grand Prix. Zodat we in ieder geval een voordeel hebben op het rechte stuk en meer snelheid kunnen creëren op het hele lange rechte stuk aan het eind van de ronde. Dus ik heb dat gedaan omdat ik denk dat ik dus meer tijd kan winnen tegen de tijd die we verliezen in de snelle bochten. Dus het is een beetje een agressieve setup, maar we zullen vanzelf wel zien hoe het gaat werken. En dus in de vrije training gebeurde eigenlijk niet zo heel erg veel bijzonders. Zoals je ziet, we spoelen nu een beetje door. Ik heb in totaal 8 ronden gereden. En ik lig hier eerste een seconde sneller dan Lewis Hamilton. En uiteindelijk werd ik ook eerste in de vrije training. En zoals je hier ziet, de sessie is nu voorbij. En we stonden bovenaan. Dus dat is veelbelovend voor de rest van het weekend. Dus voor de rest niet zo heel erg veel verrassingen hier in de vrije training. En we zullen nu doorgaan naar Q1. En dat zullen we nu in een paar seconden zien. Hier zijn we in Q1. We komen nu naar de lijn om onze eerste ronde in Q1 te starten. Dus we openen nu de DRS en we komen naar de lijn en de teller loopt nu. Hopelijk dat we dus nu een ronde kunnen neerzetten die goed genoeg is voor een top 16 positie. Dus we komen nu door de eerste bocht heen. En op zich is hij tot nu toe wel prima genomen. En echt een technische bocht dit. En je ziet daar rechts in de car staat dus dat de linker voorband helemaal oververhit raakt. Dus dat is een beetje negatief. Maar in ieder geval, we hebben de eerste twee bochten daar wel prima genomen. Als we nu door de derde bocht heen komen en de vierde bocht naderen. En we gaan nu paars, maar dat is logisch, want er is nog niemand die een tijd heeft gezet. We remden een beetje te laat daar voor de vierde bocht. Maar het maakt niet zo heel veel uit als we nu door de vijfde en zesde bocht heen komen. En ik moet eventjes van mijn gas af, zoals je misschien kon horen of kon zien. En dat komt dus omdat ik dus weinig downforce heb. Door deze twee bochten, de vijfde en de zesde bocht, heb ik een beetje moeite. Als we nu door de zevende en achtste bocht heen komen, deze doordraai, is op zich prima genomen. Als we nu op dit kleine rechte stukje heen gaan en de negende bocht aanremmen nu. En we hadden die ook mooi genomen. Nu de tiende bocht. En de elfde bocht. Oh, we raken een beetje de curb. We hebben veel overstuur. En dat kost ons een beetje tijd. Het is natuurlijk ook echt een tractiezone dit. Deze elfde bocht. Als we nu accelereren over dit hele lange rechte stuk. En dit is waar we in het voordeel zijn. We openen nu de DRS. En door onze lage downforce hebben we hier het voordeel op het rechte stuk. We gaan 340 km per uur. En dan remmen we voor de dertiende bocht. Terugschakelen naar de eerste versnelling. En dan accelereren voor dit kleine rechte stukje. En dan komen we nu door de laatste bocht heen. En op zich is die goed genomen. We rijden daar de bollard eruit. Maar we openen de DRS. We komen naar de lijn. We zetten een 1.40.9. En dat is 1000ste sneller dan de tijd van John Eric Verne. En dat zal waarschijnlijk wel goed genoeg zijn voor een plaats in Q2. En dat zullen we nu in een paar seconden zien. En dat was het. We eindigen uiteindelijk als 8e in Q1. Dus dat is natuurlijk prima. Want we gaan door naar Q2. En hier zijn we nu in Q2. En we komen nu door de laatste bocht heen om onze eerste ronde in Q2 te beëindigen. We zitten in een 1.41.6. Maar dat was niet een hele snelle ronde. Dus ik besloot hier om door te gaan voor nog een ronde. We zijn op de prime banden. En op het moment dat ik deze commentary maak, weet ik niet waarom ik op de prime banden was. Maar in ieder geval, ik zal er wel een reden voor hebben gehad. Misschien dat ik op de primes wilde starten voor de race. Maar ik kan me echt niet meer herinneren op het moment dat ik deze commentary maak. Maar in ieder geval, die eerste twee bochten hadden we op zich wel oké genomen. Als we nu door deze derde bocht heen komen. Het is niet echt een bocht. Het is meer gewoon een soort van knik in het circuit. Maar het is officieel wel een bocht. Als we nu terugschakelen voor de vierde bocht. We zijn 16e sneller dan de vorige ronde. Maar wel 13e sneller dan de tijd van Nico Hulkenberg. Die op dit moment de snelste tijd in de sessie heeft. Als we nu door deze vijfde bocht heen komen. En dan de zesde bocht. En is op zich wel goed genomen. En als we nu door de
zevende en achtste bocht in komen. Maar we sneden de bocht een beetje af daar. Dus deze ronde die telt niet meer. Dat is wel een beetje frustrerend. Maar dus het eind van deze ronde. We liggen op het moment 15e. Dus dat is een beetje teleurstellend. Maar we komen nu naar de lijn om onze tweede ronde in Q2 te starten. Deze keer ben ik op de optionbanden. Dus deze keer kunnen we waarschijnlijk iets sneller gaan dan in de training en Q1 en het begin van Q2. En hopelijk dat we met één ronde genoeg hebben aan een plaats in de top 10. Zodat we de banden kunnen sparen. En de eerste twee bochten waren op zich wel oké genomen als we de motor nu in race mix stoppen. En weer terug in standard mix. En we remmen nu voor de vierde bocht een seconde sneller dan onze personal best. Dus we zijn veel sneller nu. Dit was tot nu toe een erg goede ronde. En die vierde bocht hadden we daar ook mooi genomen. Als we nu door deze doordraai heen komen. Deze vijfde bocht. Ik moet weer eventjes van mijn gas af. Dat kost ons een beetje tijd. En nu de zesde bocht. De zesde bocht. Ik moet weer eventjes van mijn gas af. Als we nu door de zevende bocht heen komen. En de achtste bocht op zich wel goed genomen. Als we nu over dit rechte stukje heen gaan. Motor weer in race mix. En dan weer terug in standard mix. We hebben daar Dani Kvyat die ons een klein beetje ophoudt. Maar dat maakt niet heel erg veel uit. We zijn 1,8 seconden sneller dan onze vorige personal best. Als we nu door deze bocht heen komen. Dat is echt een tractiezone dit. Je moet heel erg oppassen om niet te veel gas te geven. Omdat je kan spinnen. Dus we stoppen de motor nu in race mix. Voor het rechte stuk, we openen de DRS, achtste versnelling, 330, 335, 340, 344 km per uur. En dan remmen we terugzakken naar de eerste versnelling, 60 km per uur. Zo langzaam ga je door die bocht heen en dan weer op het gas. We gingen daar een beetje iets te vroeg op het gas, waardoor ik een beetje overstuur had en wijd ging. Dat kost ons een beetje tijd, maar we komen nu naar de lijn. We openen de DRS, de motor in reach mix en we zetten een 1.39.4. En dat is voorlopig goed genoeg voor 9e plaats. Dus het is een beetje in de gevaarzone, want mogen er twee auto's zijn die nu een snelle tijd neerzetten, dan zijn we uit Q3. Dus op het moment met nog maar 2,5 minuten te gaan in de sessie liggen we 10e. Dus dat is erg gevaarlijk. Dus ik besloot hier om nog een keer naar buiten te gaan op een nieuwe set options. Ja, een nieuwe set options. Nee, toch niet. Toch een gebruikte set options. Die is nu 93%. Drie ronden aan fuel en nog 2 minuten te gaan in de sessie kunnen we net aan nog een ronde rijden. En dus hier komen we nu door de laatste bocht heen nog maar 20 seconden te gaan. Dus we kunnen net aan nu nog met een ronde beginnen. Motor in reach mix en de ronde is nu begonnen. Als we nu de eerste bocht naderen en we gooien de auto erin. Echt, ik hou echt van die eerste bocht. Dat is echt een bocht die ik erg leuk vind. Gewoon die auto erin gooien en dan tijdens het sturen afremmen. En een beetje trailbrekend de tweede bocht ingaan. En de eerste twee bochten hebben we op zich wel goed genomen. Als we nu accelereren voor het rechte stukje. Session time, limit expired. Dus welke ronde we nu ook zetten. Het is het eind van Q2. Maar we zijn nu 500ste langzamer dan onze vorige personal best. Als we daar een klein beetje de bocht afsnijden. Dat kost ons een beetje tijd. Ik remde iets te vroeg. Maar ook al verbeteren we onszelf nu niet. Lijkt het erop dat we net aan door kunnen gaan naar Q3. Want de sessie is nu over. En er zijn nog maar een paar auto's die nog met een ronde bezig zijn. Als we nu door de zevende bocht heen komen, op zich wel goed genomen. De achtste bocht ook, we raken mooi de apex. Als we nu accelereren voor het rechte stuk. En dan remmen we nu voor deze, negende bocht. We zijn 16e langzamer dan ons personal best. Dus de middelsector ging niet zo heel erg goed daar, de tweede sector. Dus het lijkt erop dat we onszelf dus niet meer gaan verbeteren in deze sessie. Maar ik ging even goed nog door met deze ronde. En ik verloor natuurlijk de vorige ronde veel tijd in de 12e bocht. In de ene laatste bocht hier, deze hairpin vanaf het rechte stuk. Dus misschien dat ik wat tijd kan winnen van mezelf in deze bocht. Maar ik rem iets te laat. Ik ga een beetje wijd. Ik was wanhopig om die tijd op te maken. En ik maakte dus een foutje. Dus we zullen onszelf niet meer verbeteren. Maar gelukkig eindigden we net aan als 10e in Q2. Wat dus betekent dat we net aan doorgaan naar Q3. En zoals je ziet, Jensen, ons teamgenoot, bij hem lukte het net niet om door te gaan naar Q3 helaas. Dus hij zal als 11e starten. Wij zullen doorgaan naar Q3. Dus wij zullen sowieso in de top 10 ons kwalificeren. En we gaan dus nu naar Q3. En we komen nu naar de lijn om onze eerste ronde te starten. Hopelijk is het een goede ronde en kan het ons een goede positie geven. En we komen dus nu door de eerste bocht heen. En is op zich wel goed genomen. En we raken hier mooi de apex als we nu de tweede bocht doorheen komen. Ook goed genomen als we nu accelereren voor dit rechte stukje. En we gaan nu door de versnellingen.
als we nu door de derde bocht in komen en de vierde bocht naderen. En we zijn een tiende langzamer dan Lewis Hamilton, maar dat is op zich wel oké. Okay. We hebben die eerste sector daar oké okay gegaan. We gingen ook mooi door de vierde bocht heen. Als we nu door de vijfde bocht heen komen. En hier is waar ik een beetje moeilijkheden mee heb. Ik moet eventjes van mijn gas. En nu in de zesde bocht moet ik weer eventjes van mijn gas. Dit is waar ik mijn tijd verlies, maar ik blijf wel mooi op de racelijn. Dus in ieder geval heb ik het wel optimaal genomen. Als we veel overstuur hebben uit de zevende en achtste bocht, dat kost ons een beetje tijd. Als we nu door de negende bocht heen komen. En ik ben ook voor de eerste keer in het weekend de hele ronde in Richmond. Dus dan heb je natuurlijk meer vermogen en dus ook meer wheelspin. We zijn 1,5 seconde langzamer dan Lewis Hamilton. Dus dat laat zien hoeveel tijd we verliezen in de tweede sector. Mede dus door onze downforce die erg weinig is. Dus we accelereren nu voor dit rechte stuk 344 km per uur. En dan remmen we terugzakken naar de eerste versnelling. En die twaalfde bocht daar was erg goed genomen. Als we nu de laatste bocht naderen. En die is op zich ook goed genomen. En we accelereren nu voor de start-finishlijn. En we zetten een 1.40.3. Maar dat is eigenlijk alleen maar goed genoeg voor een tiende plaats. En we zijn 2,6 seconden langzamer dan Lewis Hamilton. Dus ja, die ronde was niet heel erg goed, dus ik ging hier voor nog een ronde. En die eerste bocht hier is goed genomen. Mooi de apex geraakt. In de tweede bocht is ook goed genomen. Een beetje wijd in eerste instantie, maar ik sneed terug naar de apex als we nu accelereren voor het rechte stuk. En we komen nu door de derde bocht heen. En nu de vierde bocht. We zijn 1/3 langzamer dan onze personal best. Dus de eerste sector daar ging niet zo heel erg goed. En we snijden hier de bocht af, dus deze ronde telt niet meer. En nu twee ronden later, ik ging hier voor nog een ronde. Maar ik was eigenlijk niet in staat om mezelf te verbeteren. En zoals je ziet, we liggen dus nog steeds tiende. En met nog maar 3 minuten te gaan in de sessie had ik niet meer tijd om voor nog een ronde te gaan. Want ik had ook niet genoeg benzine meer om voor nog een ronde te gaan. En we eindigden dus als tiende in Q3. Wat betekent dat we als tiende zullen starten voor de race. Maar de race zal zijn in de volgende video. Dus dat was voor deze video. En dan zie ik jullie weer voor de race.